In haar geboorteland Iran mag ze niet meer binnen. Ze moest als studente vluchten omdat ze had deelgenomen aan een protestactie tegen de dictatuur. Sindsdien vecht ze vanuit het Vrije Westen voor de vrijheid van vrouwen in het Midden-Oosten. Maar oh, ironie. Van de ene dag op de andere is ze zelfs in het land van de vrijheid niet meer welkom. Hier is Daria Safai. Dag mevrouw Safai, gaat u zitten. Ja, mevrouw Safai, u bent tandarts, ja, in Borgerhout. En u heeft een dubbele nationaliteit. Ja. U bent Belgische, maar ook Iraans. Klopt. Mag u Amerikaan ook binnen eigenlijk? Voor het moment nee. Niet meer. Sinds u komt uit een van die zeven landen. Ja. Die ja, Amerika niet meer binnen mogen. Hè? Juist, dat klopt. Ja. U bent er onlangs nog geweest. Toen was het geen probleem. Januari, ja. 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 Een oom gaan bezoeken. Ja. Ja. Wie is hij? Want we hebben er een foto van, hè, geloof ik, van uw onkel. Dit bent u op Times Square. Hè? Ja. Dat zit er voorlopig ook niet meer dat in. Dat is mijn oom, ja. Ja. Dat is op een trouwfeest. Ja. Ja. En waarom is die oom, we zien hem daar in het midden staan, waarom is die zo'n belangrijke man voor u? Wel, eigenlijk, hij is de broer van mijn papa, dat ik al lang niet meer kan zien. Ja. En dat is de reden dat ik zoveel aan hem hecht. Hij is zo belangrijk voor mij. Dat is een tweede vader voor u geworden. Ik heb eigenlijk, ik ben al lang verbannen om naar Iran te gaan. Ja, dat moet u misschien nog even uitleggen. Ja, dat is wel na de studentenmanifestatie van 1999 ben ik in gevangenis terechtgekomen. Omdat ik protesteerde tegen al die soort van discriminatie en de situatie dat in het regime. Er was wel geen respect voor mensenrechten, al die dingen. En dan nadien moest ik vluchten. Ja. Maar ben ik bij verstek veroordeeld. En ik mocht mijn land niet meer binnen, mijn vaderland. Maar dan ben ik een keer gegaan omdat ik het niet meer kon. Ik miste alles. Ik miste mijn land, mijn familie, mijn vader en moeder. Uiteraard dus toch nog eens teruggegaan. En dan toch ben ik ook in de tweede rechtbank veroordeeld als ik wel mijn acties uitvoer, dat ik ook naar gevangenis moet. Met andere woorden, u bent daar nog welkom, zolang u geen kritiek geeft op het regime. En dat krijgt u niet over uw lippen. Nee, dat kan ik niet aanvaarden. Dat is wel, ik heb liever mijn mening uiten en de stem zijn van zoveel mensen die daar eigenlijk gediscrimineerd worden en slecht behandeld worden, dan te zwijgen. De wereld moet weten. Ja, en dan zegt u, oké, dan laat ik mijn geboorteland maar achter en mijn familie. En dan ga ik vanuit het Vrije Westen proberen op te komen voor ja, vrije rechten en gelijke rechten ook voor vrouwen in het Midden-Oosten en in heel de wereld. Ja, eigenlijk voor mij dat was geen keuze. Die hebben mij eigenlijk uitgesloten. Het is wel nog altijd mijn recht om naar mijn vaderland te gaan, maar mijn land is voor het moment bezeten. En ja. Dus ik mag dat niet meer voor het moment. Allee, zelfs ik heb vorig jaar mijn jonge zus verloren. En wat het heel erg is, dat ik kon zelfs niet mijn schouder lenen aan mijn ouders om te huilen en troost. Allee, ik kon hun gewoon niet helpen erbij. En dat is wat het situatie is voor het moment van mijn leven. Dan zou je kunnen zeggen, maar in ruil krijg je een soort van vrijheid terug. Maar dan moet u nu beseffen dat in die vrije westerse wereld u ook niet meer overal welkom bent. Hè? Hoe is dat voor u? Dat is wat het mij de meeste pijn gedaan eigenlijk met het laatste verhaal van eigenlijk inreisverbod van Amerika. Want dat gaat over principe. En ik vind dat is discriminerend. En juist de namen noemen en zeggen, ja, die landen zijn niet meer die hebben geen toegang niet meer. Dat is zelfs geen manier waarop hij moet reageren om islamisme te kunnen strijden. Dat is geen nuttige manier. Hij heeft zeven landen benoemen die bijna geen enkele waren de verantwoordelijkheid van de aanslagen in Amerika sinds 9-11. En daarmee, hij gaat heel goed om met andere landen die extreem islamisme propaganda doen ervan. En dat is de manier waarop hij islamisme... Ja, aanslagen in Amerika was Saoedi-Arabië. Ja. Dat is wat ik eigenlijk... Ja, dat is Pakistan, Saoedi-Arabië, die nog altijd Taliban... En waarom Saoedi-Arabië? Waarom zit hij dat door de vingers dan? Wel, eigenlijk Saoedi-Arabië, dat zit niet in die landen die eigenlijk verbannen zijn. En het probleem is juist dat
Trump probeert een amalgaam te maken tussen moslim en radicale islamisme. Mm. En dat is wat het heel verkeerd is. En hij maakt ook tegelijkertijd een amalgaam tussen Iraniërs en het regime van Iran. Mm. En dat amalgamen zijn allemaal zo verkeerd en gevaarlijk en zo discriminerend. Weinig genuanceerd. Mm. Dus dat wel, zo'n zeggen dat elke Amerikaan Trump is. Ja. Het is alles op één hoop gooien. Wel, eigenlijk, wat het probleem is, dat is zelfs niet efficiënt. Hij heeft dingen beloofd. Mm-hmm. De strijd tegen islamisme. Mm-hmm. Maar hij doet gewoon iets anders. Hij scheurt de familie zonder enige reden. Dus mijn schoonzus, nu zit vast in Iran. Haar familie zit in Amerika. En ze weet niet of zij mag terug naar Amerika of niet. Mm-hmm. En ik ken zoveel andere families die zijn zo gescheurd van elkaar. En ik zeg, als ik al mijn goede herinnering van mijn vaderland, alles wat ik van mijn vader en moeder niet heb gezien, vervangt door mijn oom, de broer van mijn vader, en dan verlies ik hem ook, dan zeg ik, ja, is de muur opbouwen rond de dingen, is dat een manier waarop wij gaan de dingen kunnen efficiënt strijden? Eigenlijk is het een verhaal vol nuance, jullie levensverhaal, maar hij gaat er met de grove borstel door. Hè. Hij doet het. Hij is natuurlijk wel bang, ik begrijp het standpunt wel, hij is bang van extremisme. We hebben waarschijnlijk ook extremisten momenteel in Europa. En je vraagt je af of dat niet op een manier zou kunnen zijn. Ik zeg nu maar iets, maar je zou toch kunnen met een chip werken. Ook in mensen die bijvoorbeeld van Syrië kunnen... Nee, zou dat niet kunnen? Is dat racistisch wat ik zeg? Ik denk van niet. Je zou toch kunnen de mensen die van Syrië binnenkomen kunnen volgen. Als je nu niet weet vanuit welke hoek ze komen. Hè? Want terroristen die Europa binnenkomen is inderdaad een zeer gevaarlijk iets. Of Amerika binnenkomt. Nee, het is toch belachelijk van Iraniërs en van die eruit halen. Ik bedoel... Ja. Er zijn ook Belgen die bij IS zijn. Hè? Ja. Dus moet je dan ook de Belgen Dat doet mij beter dat ik krijg. Wat vindt u, meneer Van Veen? U bent iemand die in zijn shows ook altijd actualiteit. U kunt uw show nog aanpassen soms op de dag zelf. Hè? Nou, dat is fenomenaal opportunistisch. Het is pervers. Wat Trump doet. Ik bedoel, de staat, die vrijheidsmevrouw... Dat land is een open land geweest altijd. Dat land is opgebouwd uit gasten. Mm-hmm. En nu dit is bizar. Eigenlijk zouden al de landen en heel de wereld moeten zeggen van dan gaan wij ook niet meer naar Amerika. Weet je, dat is ook een van de redenen dat ik zeg... Het maakt me niet echt uit omdat ik een Iraans ben... dat ik niet meer naartoe ga. Dat is over mijn principes. Dat zijn over onze waarden dat wij hebben verworven. En daarvoor moeten wij eigenlijk vechten. En ik blijf benadrukken... Trump heeft wel zijn rug gekeerd naar de waarden van Amerika. En dat is wat het wel... Wij moeten op onze hoede zijn. Want ja, natuurlijk... De ding is dat je probeert iets te doen, maar zelfs, ik moet u zeggen, veel van de Iraniërs, zoals ik, wij zijn de slachtoffer van islamisme eigenlijk. Ja. En dat is ook juist de reden dat wij moeten in andere landen zijn. Want jullie zijn Perzen. Het is een andere religie. Dat ook. Maar gelukkig, ik voel me zo thuis hier in België. Ik voel dat ik wel eindelijk een land van mijn eigen heb. Maar weet je, het is zo hard. Alles wat je eraan hecht, dan wordt dat ontnomen. En dan op den duur zeg je... Ja, oké, ik moet wel vechten. Ik moet wel volhouden. Onze waarden blijven volgen. De waarden die we hebben verworven. Jullie hebben het verworven hier in Europa. De verlichting eigenlijk. Dat is iets wat we moeten nu eraan hechten. En mensenrechten respecteren. En blijven samen doorgaan. Ik kan me voorstellen dat je heel teleurgesteld bent. Door wat er allemaal... Vind dat wel. Eigenlijk veel Iraniërs voelen zich eigenlijk beledigd erdoor. Want dat gaat eigenlijk... Iedereen die naar Iran is gegaan, weet hoe die mensen zijn. Ik kan je wel garanderen, die hebben eigenlijk geen radicale islamisten, aangezien dat die zelf slachtoffer ervan zijn. Dus blijven opkomen voor die vrijheden. Blijven nuanceren ook en zo voort. Ja, en vooral de mensenrechten. Dat is natuurlijk de echte bedreiging. Wat ik ook wou toevoegen is, nuance is echt goed, maar je moet ook de dingen scherp zeggen als het moet. Dus ik vind dat als wij willen tegen racisme vechten,
dan moeten wij tegen islamisme, extreem islamisme, heel duidelijk en heel streng zijn. In plaats van een amalgaam maken dat die gedachtegoed in de hoofden komt. Ah, elke moslim kan een potentieel islamist zijn. Daartegen moeten wij vechten. Heel erg bedankt. Daria Safai, dankjewel. Dank je wel.